Een paar maanden geleden reed je nog je laatste echte koers als profwielrenster. En nu ben je profschaatser. En maak je je debuut straks in Calgary in de wereldbeker. Ja, het kan snel gaan, hè? Ja, het is heel snel gegaan. Het is echt heel bijzonder. Dus ja, het is echt een rollercoaster geweest. Vrijwel niemand had verwacht dat Arianne Pruijzer dit seizoen al een World Cup zou mogen rijden. De 24-jarige schaatser was überhaupt al blij dat ze eind oktober mee mocht doen aan het kwalificatietoernooi. Ja, we reden een plaatsingswedstrijd, de Holland Cup in Deventer. En daar reed ik voor het eerst weer een lange baanwedstrijd. En ook zonder verwachtingen. En toen werd ik geplaatst en ben ik naar de WCKT gegaan. En ja, gewoon een goede 3 kilometer gereden. S'avonds een marathon in Enschede. En toen zondag nog een 5, gewoon omdat het kon. Nou ja, dat je dacht even leuk meedoen. Ja, nou ja. En dat ik me er eigenlijk zo tussen zou rijden, nee, dat had ik niet verwacht. Maar ik had gewoon een hele goede rit en ja, het bleek genoeg te zijn. Ja, hoe komt het dat je je zo snel ontwikkelt? Komt het door de ploeg? Komt het door iets anders? Wat zit erachter? Nee, nou ja, goed, schaatsen, dat heb ik altijd wel gedaan natuurlijk. Maar ik heb sinds mei deze stap gemaakt en ja, zo specifiek getraind eigenlijk. En toen is de stap gewoon heel snel gegaan. Waarom zit jij zo goed op je plek bij Team Zaanlander? Ik denk dat het programma wat we draaien gewoon heel erg goed bij me past. Het is gewoon heel veel trainen, heel hard trainen. En niet zeuren, maar gewoon ervoor gaan. En ja, lange afstandsrijders in de ploeg. Marathon team natuurlijk. Dus ja, ik pas daar heel goed tussen. Op nieuwjaarsdag werd Pruijzer achter de ongenaakbare Irene Schouten knap tweede op het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen. Dolblij was ze met haar tweede plaats, zo zagen we op de beelden. Nou, op de streep probeerde ik het wel in te houden, maar daarna was ik wel gewoon echt super blij. Ja, het is toch best of the rest en ja, ik had een hele mooie koers gereden en ik was gewoon echt heel blij mee. Ja. Is dat ook een van de hoofddoelen voor jou dit jaar? Vorig jaar werd je tweede natuurlijk. Ja. Nou ja, het is altijd moeilijk om er nog één stap bovenop te doen. Maar daar ga ik wel voor. Maar ja, het is op Amsterdam en daar kijk ik heel erg naar uit. Ik schaats daar graag. Dus ik hoop op een mooie zware wedstrijd. En de sterkste blijven daarover. Dus ik hoop dat ik van de partij ben. Maar eerst komende vrijdag in de B-groep de 5000 meter op het snelle ijs van Calgary. Wat is er in haar ogen mogelijk? Ik hoop een hele mooie rit neer te zetten en ja, wat de tijd zegt, dat moet zich daar uitwijzen. Dat kan ik nu nog niet, ja, niks over zeggen. Ik weet nog niet hoe de jetlag mij gaat bevallen. En, ja, het is echt een ervaring. Ja, en ga je er echt gewoon in vliegen of? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het wel, maar je hebt niks te verliezen? Nee, daarom. Dus ja, ik probeer gewoon echt een goede rit neer te zetten. En ja, zolang ik hem uitgehaald heb wat er op dat moment in zit, en, ja, dan is het goed.